Dit is Digitaal Parkstad, een informatief programma over de digitale ontwikkelingen in Parkstad. Als woningzoekende ben ik nieuwsgierig naar wat een woningvereniging voor mij kan betekenen. En natuurlijk ook op digitaal gebied. We gaan naar binnen bij Weller, want daar heb ik een afspraak met iemand. Mijn naam is Christa Paulussen van Weller en ik wil je wat meer vertellen over het Wellerij-concept van Weller. U bevindt zich hier in de Wellerij, zoals ik net zei. En dat is een soort klantportaal waar wij al onze klanten en ook mensen die graag klant willen worden van Weller, willen ontvangen op een hele bijzondere manier. Drie verschillende huiskamers, die zijn totaal anders ingericht in allerlei verschillende stijlen. Dus dit is bijvoorbeeld een wat meer ouderwetse woonkamer. Dat is een heel erg multiculturele huiskamer. En het leuke daarvan is dat klanten zelf kunnen kiezen wat hun voorkeur heeft. Waar ze graag willen zitten en waar ze door de medewerkers van Weller geholpen willen worden. Dus iedereen mag gewoon overal voor binnen stappen? Ja. Ze moeten zelf komen voor een kopje koffie. Dan doen we een kopje koffie. En we hebben ook nog allerlei andere kanalen behalve de Wellerij voor klanten. We hebben bijvoorbeeld een hele mooie website en daar zit een hele bijzondere service in. Maar dat kan ik misschien beter door mijn collega laten vertellen. Nou, het digitale aspect van Weller, welke rol speelt dat? Maar in het kader van onze klantcontactstrategie denken we ook dat we veel meer via de computer, via websites kunnen doen. En daarvoor zijn wij vorig jaar begonnen met Mijn Weller. Dat is een speciale pagina voor klanten waar ze een account voor kunnen aanmaken en via die pagina kunnen ze een aantal diensten van ons afnemen. En stel ik heb een appartement bij Weller en ik kom erachter dat mijn voordeur klemt. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Stel u komt 's avonds thuis en u ziet dat gebeurt en u wilt die klacht meteen melden. Daarvoor hebben we ons digitaal kanaal. Ik ga ervan uit dat u een Weller-account heeft en dat u dan inlogt en naar het formulier gaat, wat heel gebruikersvriendelijk is opgesteld, om die klacht dan te melden. En ik klik op verstuur. En hier komt dus het reparatieverzoek binnen? Ja, het reparatieverzoek wat we net hebben opgestuurd is, komt hier binnen in het klantcontactcentrum, zeg maar het zenuwstelsel van onze communicatie. En hier wordt dat verder afgehandeld. Dus wat zijn er nou de voordelen voor de klant om het op deze manier via internet door te geven? Met name het feit dat hij dat kan doen op het moment dat hij dat zelf wenst, vanuit zijn luie stoel thuis. Goedemiddag, u spreekt met Joe Herkens van Weller. Ik wil even een spoedklok doorgeven. Dat is een voordeur, die klemt op de Gravenstraat. Op de tweede plaats is dat hij vluggere reactie kan verwachten. Dat weet de klant niet altijd, maar het gaat gewoon sneller in onze back-office als hij het op deze manier doet. Na een lekker kopje koffie ben ik een heel stuk wijzer. Ik kan heel veel dingen van thuis uit heel snel regelen, zonder dat het ten koste gaat van de persoonlijke aandacht. En via de website gaat het ook nog een heel stuk sneller.